Nee! Ah! Oh, hey, hey, hey. Fuck jou. Nee. Komt ie maar even. Bam! No! Oh shit! Wow! Dit is toch die combat, die Super Smash Brothers waar ik over hoor? Oh god, ik zit vast. Oh, je zit geglitcht. Ik zit vast. Ah, help! Help! Ah, jezus, ik kan er niet uit! Jullie is help! Oh, nu zit ik vast. Ga erin! Het gaat helemaal goed. Ga erin! Hey, er stop! Ga erin! Hallo mensen, mijn naam is MetLuigi en welkom bij een nieuwe aflevering. In vorige aflevering stond muziek ietsjes te hard voor Julius, waardoor die af en toe wegviel. Het is heel jammer. Want Julius is een beetje te zacht. Maar dat maakt niet. Het ligt allemaal aan mij. Dus ik heb de gameplay ietsjes zachter gezet en we gaan dit gewoon elke aflevering zo doen totdat het een keertje werkt. Dus we gaan verder, yay, Head in Time, wow, woe! Head in Time, let's play professionele aflevering deel 2. Dat is ook echt het. Ik ga hem nu ook gewoon de aflevering zo noemen. Dat gaat ook gewoon nu de titel. Oh, we gaan met Mafia Boss vechten. Jij hebt het level geselecteerd. Waarom ben jij verrast? Ja, ik weet het ook niet. Wat ik zo grappig selecteer vond. Level 3. Oh jongens, we gaan level 3 spelen. Wow. Nee, act 4 is het. Ja, nee, ik neem een voorbeeld. Oké. Okay. Ja. Nee, maar wat is zo leuk. Deze gast, deze man. Die komt gewoon later terug in de game en dan is hij gewoon helemaal vermoord als hij alleen een brein en ogen. En toen ik dat voor de eerste keer zag, vond ik dat echt fucking hilarisch. Het was mooi. En dat is ook je plan, hè, met moustache, bro. Je spreekt af dat je het in een pot... Ja, nee, maar dat is ook zo leuk, want... wat ze zegt dat ze gaat doen, dat doet ze ook gewoon. Hey, wacht, kan jij nu die andere knop doen? Absoluut, wil je dat doen? Gaan we voor, hoor. Oh, dat kan niet. Het kan als je deze cutscene hebt gedaan, dan kan het. Dat is een beetje jammer. Oh, jij kan wel daadwerkelijk gewoon de maffia's op mijn scherm kapot maken. Nu schijnbaar wel. Blijkbaar, dat is een ding. Cool. Hey, ga jij op die knop staan, dan ga ik alvast naar binnen. Oké, top. Oh, dat werkt niet. Oké, jammer. Nou, vooruit dan maar. Je glitcht hem nu echt helemaal kapot. Fucking ja, man. Dat is het. Oh, we lopen ook echt met z'n drieën naar binnen. Fucking mooi. Showtime, baby. Gewoon ook echt met z'n tweeën of met z'n drieën zo heel cool naar binnen lopen. Drie kleine meisjes gaan de fucking mafia gebouwen. Drie kleine meisjes. Dus, wat gaan we doen in het casino? Even hier kijken. Heel veel drugs. Heel veel drugs nemen. Dat is iemand te zeggen. Weet je wat grappig is? Ik zag jou ook echt daadwerkelijk gewoon in de cutscene lopen naar die pokertafel. Ik hou je echt van, want het is echt dat je met z'n tweeën doet. Het is zo leuk. Wat is dit? A little girl. Ze geven ook gewoon geen neuken als ze dood maakt. Ik weet niet of je deze secret ooit hebt gezien, want dit is na een DLC ingepatcht. Laat maar zien. Maar Headkit heeft haar eigen mafia headquarters. Oké. Okay. Kijk, hier, let op. Jij kan er niet heen, maar dit bestaat hier. Waarom kan ik er niet heen? Zie je dit? Zie je dat ik op iets sta? Ja, je staat op dat ijsding. Ik ben nu in mijn maffia headkit. Oké, je moet het eventjes naar me toe sturen dan, dat is grappig. Het is heel mooi, dit is gewoon goed. Ja. Oké, ik zal het even opslaan als highlight en dan... Dat moet je zeker doen. Ja, kijk Julius neemt niet als een coole boy zijn eigen perspectief op. Hij doet gewoon lekker gezegd met Nvidia ronselen en dan gaat hij het gewoon highlighten, joh. Dat is zijn plan. We moeten een sleutel pakken. Ja, die is bij bitch mij, toch? Wacht even. Nee, die is hier, die sleutel. Op de wc ligt die. Maar dit kunnen we samen doen. Oké. Als je één van ons op de knop staat, dan kan de andere... Ja, maar ik vertrouw jou niet daarmee. Pak hem! Doe het! Nee! Nee! Ik ga je helpen! Pak hem! Kut! Nee! Oh, hij blijft open. Oh. Hij dacht open? Voor mij is hij dik. Oké, dan durf ik wel te gaan. Oké, ga. Ah, hij zit vast. Oh nee, kut. Hetzelfde als bij jou. Oké. Ze hebben helaas bedacht dat spelers zoals wij... Ja, ze weten gewoon dat mensen als wij bestaan. Dat het helemaal verkeerd gaat, joh. Oh, wat gebeurt hier? Ik weet het ook niet, heel vaak joh. Door de deur. Ja, ik kan... Hey, bitch. Raam hoor. Moustache girl.
De meid, de legend, de enige echte. De legende. Ik weet nog steeds niet waarom ze een moustache heeft, maar dat komt wel goed. Waarom ook niet? Weet je, kijk, luister, ik heb een moustache, maar zelfs zij heeft een betere moustache dan ik heb, weet je wel. Dus ja, in real life bedoel je het, toch? Ja, in real life. Dus ik weet niet hoe ik me daarover moet voelen. Dat een meisje uit een videogame een betere moustache heeft dan ik, daadwerkelijk. Als je je daar druk om maakt, dan... Kom, we gaan heel cool naar hem lopen. Wil ik je... Oh, ja, dat kan ik niet. Keyboard controls. analog stick. Oh. Oh nee, pak hem. Oh, nee, pak ze. Oh, ik ben in elkaar geslagen. Ben je neer? Julius? Nee, ik ben niet neer. Nee, dat niet. Oh, hij ging helemaal plat. Oké, let's go! We gaan ze pakken! Let's go. Dit is een boss fight. We zien elkaar, maar de game is niet gesynct. Dus okay. Dit gaat heel gezellig worden. Ik hou van gezelligheid. Oké. Okay. Action! Showtime! Showtime. Ik dus, vind deze game heeft wel echt leuke, gezellige bossfights hoor. Bossfights zijn erg goed, maar Odyssey heeft geen goede bossfights. Nee, die game heeft echt zulke kut bossfights. Zo kut. De enige bossfight die echt een beetje cool was, dat was die grote inktvis. Die dan rondvliegt in het water. En hij maakt daadwerkelijk gebruik van de gehele map, dat doen de anderen niet. Die hebben allemaal een arena, het is zo kut. Een kleine arena, ja. Ja. Ja, ik vond de draak dan ook nog wel op zich ook. Oh, de draak, die was fucking vet. De draak was echt vet. De draak is cool. Vooral omdat dat was het enige wat niet in een trailer was gespoilerd. Ja, ik heb zo... Nou ja, ik heb sowieso geen trailers gezien, maar... Ik heb 3 trailers gezien of zo. En dat was alles wel in elke kingdom. Dus die draak was echt een verrassing voor mij. Dat vond ik wel fijn. Ja, dat was echt inderdaad ook voor mij een verrassing. Zo van, wow, is opeens een realistische Skyrim draak. Ja. What the fuck? Ja, dat maakt Odyssey dan weer wel goed. Die stijl voor Odyssey maakt het mogelijk dat je opeens een of andere Dark Souls terechtkomt. Dat vond ik wel leuk, ja. Boom! Wanneer gaat hij nou eens dood, die man? Hoeveel hitpoints heeft hij? Geen idee. Nou komt ook nog de fucking maffiabal. Ik ben op de maffiabal. Ja, ik ook. Oké, daar komt hij. Oh, je wordt er door geplet. Maakt niet uit, joh. Ik ben helemaal goed. Het klinkt als een Innocent My Eleven maffiabal. Mafia! Balloon! Ja, natuurlijk met die Japanse. Fucking boy. Yo, luister, een heel voetbalteam in Inazuma Eleven met deze maffia-gasten. Mafia kick! Mafia de vent! Mafia hand! Mafia tornado! Mafia tornado. Wij hadden het gisteren over Inazuma Eleven en hoe goed het gaat met die vent. Oh, het gaat zo goed met Inazuma Eleven, het is prachtig. Daar hadden wij het gisteren over. En dat komt wel interessant. Ik heb hem! Om te openen weer. Want jij hebt natuurlijk veel Inazuma Eleven games op je kanaal. Dus lijkt me dat, zeker. Dat de 3 mensen die deze video zien, die zijn geïnteresseerd in Inazuma Eleven. Zeker! Dat is zeker waar, ja. Ik weet niet of je nou overspoeld werd door de muziek, maar het zal wel. Het zal me niks meer verbazen. Dit is mijn aflevering, deel 3, 2, weet ik veel welk deel we zitten ondertussen. Ik skip gewoon even de cutscene met Moustache Girl. Wat er nu gebeurt is, ze zegt van, oh, je bent kut. Ik ga nu de timepieces spelen en dan zie je haar niet meer tot het eind van de game. Het is mooi. Echt, ze heeft zo'n relatief kleine rol en dan snap ik niet dat ze... In het logo zit en dan origineel was ze het icoontje van deze game, zeg maar. Als je op Steam de game had, gewoon op je desktop. Je ziet haar 3 keer en dan zie je haar niet meer. Vind ik echt jammer. Ik weet dat je er veel moeite mee hebt, maar... Ik heb er heel veel moeite mee. Ik moet je iets vertellen. Moustache Girl is niet echt. Dus geef het maar. Je kan dat simp geld gewoon in je Moustache Girl! Houden. Ik wil dat meer, Moustache Girl! En als je echt meer Moustache Girl wilt, dan moet je gewoon even wat mods downloaden. Dat is echt yo! Maar er zijn wel echt wat daadwerkelijk coole mods. En trouwens, voor een video die ik aan het maken ben, had ik toevallig wat Head in Time gameplay nodig. Met een van die mods die ik had gedownload. Een Kirby mod.
Ik weet niet wanneer dit online komt. Ik kan het net zo goed nu vertellen, want ik denk niet dat die video eerder dan dit. In die video heb ik het dus over de volgende Kirby game. Ja. En dan gaat het over een potentiële Kirby 3D platformer. En dan was het idee zo van, ik denk dat een lineaire 3D platformer beter werkt met Kirby dan een grote open platformer zoals het in Time of Odyssey. Want met die Kirby mod die ik dus heb, breek je de hele game, omdat je oneindig kan vliegen. Je kan overal heen vliegen natuurlijk. Ja. Maar met oh, hier zijn mijn favoriete personages deze. Oh, je staat gewoon in het midden. Ja, blijf er staan. Blijf er staan dansen. Mooi toch? Dit is fucking mooi, wacht even. Ga even een zonnebril pakken. Oh, moet ik blijven staan? Ja, wacht. Ga gewoon even dansen. Je staat lekker tussen gewoon. Je staat te babbelen. Oh, dit is zo mooi. Je staat gewoon lekker in het midden te dansen. Maar ik wilde in de Zoom maar even een discussie openen. Ja, sorry. Sorry. Het spijt me. Dat is precies wat hier misgaat. Dat gaat er altijd mis. Maar goed, vertel mij eens even je woede over dat hele gevoel met in de Zoom maar even Go Galaxy. Ik vind het vervelend dat de derde game van de laatste trilogie, van de tweede trilogie, niet hier is gekomen. Want ik wil gewoon de game. Ik wil gewoon alle games achter elkaar kunnen spelen. En gewoon definitief einde hebben. Aan elke trilogie. En ik weet nu dat de derde game in The Inazuma Eleven Go. Gewoon. Ja, dat einde is er niet in ons gebeuren. Dus dat vind ik gewoon jammer. En het feit dat het fucking echte alien. Op dit punt, als je nog geen. Op dit punt heb ik de finale soort van Inazuma Eleven 2 Blizzard geüpload. Dus als je nu gespoiled wordt. Het stond op YouTube, je had het kunnen kijken. Dus sorry, maar in Inazuma Eleven 2 zijn het geen echte aliens. En dan opeens in Inazuma Eleven Go Galaxy zijn het wel aliens. En dan denk ik van, waarom? Weet je? Ze bestonden al die tijd. Gewoon. Ze bestonden al die tijd. Ze houden van voetbal toevallig. Ook. En toevallig houden ze allemaal. Weet je, kijk, het ding was, als je bij Inazuma Eleven 2 Blizzard, dit hebben we gisteren ook besproken hier, dus maar. Hey! Ik heb niet gezien dat jij een zonnebril hebt gepakt. En dat is ondanks bestaan. Waar fucking haal ik een zonnebril? Hier. Waar? Ik wist niet dat dit kon. Hoeveel kan ik erop doen? Ik kan er 2 opdoen. Hij is geëxplodeerd. Oké. Ja, je moet de rekening betalen, vriend. Ja, joh, dat is altijd zo, joh. Ik ga je laten dansen, vriend. Is ook een mooie... Ik ga je laten dansen, vriend. Maar in de Zoom Eleven, level 5 had die rechtszaak toch gewonnen, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk hadden ze hem gewonnen. Alleen, het was een klein beetje te laat. Want ja, natuurlijk. De 3DS was zeg maar dood. Ja. Dus, ja, weet je. Ja, er komt een man aan bij mij, dus misschien... Ik ren gewoon, joh, lekker rennen. We moeten door deze studio sneaken, want dat is natuurlijk die kwaliteit... Oh, oh nee! Oh, mijn vriend! Nee! Mijn vriend, nee! Jullie! Waarom Lucas nooit co-op Mario met je wil spelen. Nee, tuurlijk niet, joh. Waarom zou iemand dat willen? Kom terug. Oh, je vliegt. Let's go. Geen zorgen, ik heb mijn heks gewoon geïnstalleerd. Heel goed, je hebt die heks wel lekker. Oh, er staat hier een L. Oh! Jij gaat vol in zijn beeld. Ik denk gewoon ga, joh! Gewoon gaan! Ik had ook niet anders van je verwacht. Ik ben er, Julius. Nee, ik vind het gewoon... Kijk, weet je, ik snap helemaal waarom ze Go Galaxy 3 niet hebben gereleased hier. Of gewoon Go Galaxy, niet Go Galaxy 3. Inazuma Eleven 3. Inazuma Eleven Go 3! Ik snap waarom ze het niet hebben gedaan. Die game was gewoon... De Go games zijn niet echt bepaald goed verkocht. 3DS was aan het doodgaan, dat zou gewoon financieel... Dat is gewoon financiële suicide, laat het zo zeggen. En level 5 houdt al van de financiële suicide. Dat zeker, dat hebben we heel veel gezien door de jaren heen. We verdienen veel geld met Professor Layton. Waarom zouden we gewoon slim doen en gewoon Professor Layton games maken? En waarom zouden we alle games nu remasteren voor Switch als we ook gewoon alleen Lady Layton kunnen remasteren? Zo van, wat is het denkproces? Lady Layton is leuk. Alleen, ik wil meer Layton en doe gewoon de andere games eventjes erop gooien. Ik loop met jou, maar ik weet dat je aan het doen bent. Maar ik ben gepakt. Mee. Oh ja. Waar ga je naartoe? Het werd ook een keer tijdelijk. Ik denk dat dat geen goede plek is. We gaan deze kant op. Nee, dit is ook geen goede plek. Kom wel goed, joh. Hup, hup, hup. Kijk die skills. Boom, 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 boom. Nee, oh, ik sprong bijna in de afgrond. Die zakken weghaalt. Ik vind het zo leuk dat ik je Steam-icoontje kan zien. Het is zo geniaal. Oké, ik ben hier beneden. Ik ook. Hi.
Ik ga even dat ding halen. Hé, hey, wacht, kom terug, je bent gepakt! Nee hoor. Ik heb op mijn scherm ben je gepakt. Kom bij! Nee, je vliegt bij mij echt volledig gewoon over het scherm. Dat vond ik nogal raar. Is dit een hacker? De Mad Luigi? Ik ben zeker weten een hacker. De Mad Luigi cheats. Is ja, cheater. Ik heb bewijs gezien op mijn YouTube kanaal genaamd Rob dat je, cheat in Pokémon. Nee, je moet Rob zeker weten vertrouwen. Die man weet gewoon waar hij over praat, joh. Mm-hmm. Nee. Weet iedereen. Ja, wat ben jij nog verdrietig over Inazuma Eleven 3? Of Inazuma Eleven Code? Nou, ik ben eigenlijk meer verdrietig. Ik ben nu op een punt gekomen waar ik de game niet eens per se meer wil spelen. Ik wel. Ik ben nu op een punt gekomen. Nee, maar niet meer zo graag als dat ik het eerst wilde. Ja, oké, ja. Ik ben nu meer op een punt gekomen waarvan ik denk... Het is meer een probleem dat de complete serie gewoon... Ja. Dat niet lekker gaat. En dat Go Galaxy van het niet op mijn prioriteitenlijstje. Wat? Wanneer? Oh, je glitchte me echt helemaal kapot, jij. Hey, hallo. Hi. Je staat ook op een wolk. Oh, dat is zo schattig. Dat is zo'n leuk effect dat ze dat hebben gedaan. Ja, dat vind je mooi. Dat ik aan het glitchen ben, vind je een leuk effect. Ik vind het mooi dat ze de tijd hebben genomen om gewoon een wolkje onder je te zetten. Zodat het lijkt alsof je op een wolk aan het vliegen bent. Nou, ik vind het fijn dat je zo blij bent met de glitches van deze game. Ik ben zo blij met alles. Oh, nee! Ah! Hey. Fuck jou. Nee. Ja, Julius. Jawel. Nee, jawel. Stop. Dit is verdiend. Nee, ik hoop gewoon dat de volgende Inazuma Eleven game goed wordt. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar oké. Nee, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren en dat is heel triest. Ik hoop gewoon dat het goed wordt, dat het een leuk verhaal heeft. Maar wat ik van Julius heb gehoord, die Aris heeft gezien, gaat dat niet worden. En... Ik wil dat het gewoon goed verkoopt, maar dat gaat al... Oh, jij motherfucker! Nee, ik kan... Oh, ik heb het gehaald, bitch! goed gedaan. Yay! Hallo. Hey, DJ Grooves. Dit is een goede interactie, die moet je even opnemen. Ja, dat ga ik doen. We staan ook gewoon met z'n tweeën hier zo naar te kijken. Zijn het twee perfecte clones van elkaar? Oh no. It's just a little girl. DJ Grooves. Oh, je zit in me nu, waarom? Oh, hallo. Oh, hij heeft mijn rekeningen betaald. Dankjewel, DJ Grooves. I need your help. I'm on a terrible losing streak. Oh, yo, luister. In mijn eigen playthrough op de Switch heb ik... Hoe heet die man nou? De uilgast, de conductor, die heb ik laten winnen. En toen werd hij helemaal boos op mij, toen wilde hij me vermoorden. Kunnen we zorgen dat DJ Grooves nu wint en dat hij boos op me wordt en me gaat vermoorden? Ja, dat is prima, dat kunnen we doen. Ik ga je ook lekker staan. Dan moeten we het minder goed doen bij de conductors films en beter doen bij DJ Grooves' films. Dan krijgt hij meer punten. Oké, je kan nu zo'n ding maken natuurlijk. Hij wil maar niet een foto nemen, wat doe je nou man? Je moet lopen. Ja, motherfucker. Hij zegt don't move. Hij zegt letterlijk don't move. Maakt er niet uit wat een man. Darling, you move! The picture is ruined! Oh nee! Oh no. DJ Grooves. DJ Grooves! Oké, ik mag nu een tekening maken. Ik doe het eventjes heel snel en simpel. Ja, doe het even snel en simpel. Je tekenskills komen niet... Mag ik geen... Waarom... Hè? Waarom... Ik moet het ingedrukt houden. Oké. Je tekent met de controller? Ja, wacht even, ik doe het wel even met de muis dan. Dat is makkelijker. Want dit is dedication. Okay, deze video verdient sowieso een like nu. Oké, wacht, we maken hem mooi. Ja. Maak hem mooi, we gaan zeg maar zo. Ja, dan is dit mooi, heel mooi, goed zo, mooi oogje. Dan hier nog een oogje, heel leuk, ja. Zo, dan pakken we deze.
Ja, zo. Dan nog een beetje bloed hier. En een beetje bloed. Oh joh. Een beetje littekentje hier. Ik begin opeens helemaal bang te worden. Dan een bloed uit het oor dat hier zo afdruipt. En het mooiste, nog een tandje. Zo'n hoektandje. Oh, je bent papier aan het maken. Nee. Geen papier. Wat zeg je nou, joh? Oh, je hebt een zelfportret gemaakt. Ja, tuurlijk. Oh, oké. Oké, nou, ik krijg nu de... Ik ga nu praten met de conductor, motherfucker. Ik geef geen neuks aan hem. Hij is wel fucking grappig. De conductor is goed. Hij is zo leuk. Hij heeft dezelfde stemacteur als de Smash announcer. Serieus? Ja. Is dat echt een ding? Ja, dat is een ding. Dat wist ik niet! Holy shit! Dat is Xander, maar dan niet Xander waarmee je over was. Nee, tuurlijk niet. Ja, het zal ook weer niet zijn, Xander. Nee, maar... Ik denk dat dit een goed punt is om wederom de video te beëindigen. En het cringe fest is over, jullie kunnen naar huis. Cringe fest is over, jullie mogen naar huis. Tot de volgende aflevering. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer ze ook al leuk zijn, terwijl we nog een blaadscherm staan natuurlijk. En dan vraag ik aan Julius... of hij nog wat te zeggen heeft. Daar komt hij aan hoor, die man. Kijk hem nou. Daar komt hij man. Ja hoor, daar is hij. Heb jij nog iets te... Wat doe je? Ga er vanaf! Hey! Wat ik nog te zeggen heb is... dankjewel voor het kijken naar professionele aflevering van Het in Time. Deel 2. Zien we jullie volgende keer weer? Dat was het. Bye-bye. Bye-bye. Ah!